Hoi, ik ben Katja Rozen. Ik ben meervoudig Europees en wereldkampioen kitesurfen. En ik ben opgegroeid in Zeeland. Ik woon nu in Scheveningen, nog steeds dicht bij het mooiste stukje van Nederland. Want de kust en de zee hier zo in Zeeland is toch het mooiste wat er is. Ik ben ook met kitesurfen begonnen hier zo in Zeeland. En ja, perfecte omgeving om te kunnen trainen en alle weersomstandigheden mee te kunnen pakken. En ondertussen ben ik voor werk en voor privé en voor kitesurfen reis ik de hele wereld over. Mooiste stranden, mooiste exotische plekken. Maar toch, Zeeland en de mooie stranden hier, dat blijft toch echt wel iets aparts en echt mijn thuis. Want het mooie uiteindelijk blijft toch wel dat je hier voor elke windrichting, voor elke situatie, hoef je maar 20 minuten te rijden en je kan het water op. Dus ja, een betere plek is er eigenlijk gewoon niet. Neem bijvoorbeeld de kitestek hier zo bij Rokanje. Daar heb je de Haringvlietdam op de achtergrond. En de Haringvlietdam is in 1971 afgerond. Heeft in totaal 17 openingen van zo'n 60 meter breed. En laat het water van de Rijn en de Maas, wat hier het overtollige water, laat het naar de zee toe. En andersom kan ook het zoute water naar binnen gelaten worden in zeer strenge winters om ijsvorming in het binnenwater te voorkomen. Ja, overal zijn die Haringvlietsluizen en de Haringvlietdam super indrukwekkend, dus kom binnenkort een keer kijken.